Welkom bij FEM. Vandaag ga ik jullie tips geven over hoe je jezelf kunt motiveren om naar de sportschool te gaan. We weten natuurlijk allemaal dat sporten hartstikke goed voor je is, maar het is soms echt heel erg lastig om jezelf aan het sporten te krijgen. En zeker als je nog allemaal leuke dingen op de planning hebt staan en nog leuke tv-series wil gaan kijken of wat dan ook, dan ja, kan ik me voorstellen dat je af en toe zoiets hebt van nou, laat maar zitten, ik ga morgen wel. Uiteraard gaan we niet wachten op morgen, we gaan gewoon nu. Ik zal heel eerlijk zeggen, ik had altijd een schurftekel aan de sportschool of überhaupt aan sporten. Ik weet nog dat ik op de middelbare school zat en dat ik echt alles deed ongeveer om onder gym uit te komen. En nog steeds, toen ik volwassen werd, had ik er nog steeds geen zin in. Maar er is iets omgeslagen en nu ben ik echt een gym bunny, om het zo maar te zeggen. Ik hou van sporten en dat is iets wat ik mezelf gewoon heb aangewend. En ik denk dat het ook gewoon zo is dat als je eenmaal een gewoonte ontwikkelt, dat het steeds makkelijker is om te gaan. En sport is goed voor je, je wordt er heel erg blij van. En op een gegeven moment als je die effecten hebt, dan ga je vanzelf. Maar goed, het is natuurlijk wel de eerste stap van hoe zet je jezelf ertoe om te sporten. Nou, mijn allereerste tip is koop leuke sportkleding. En ik zit hier nu voor deze video ook in mijn sportoutfit. Ik hou gewoon van leuke sportkleding. En als je weet dat je een beetje een leuke outfit hebt, dan maakt het sporten zoveel makkelijker. Je kunt sowieso natuurlijk bij Nike en Adidas en dat soort dingen leuke sportkleren kopen. Maar die zijn nog wel wat duurder. Maar je kunt ook heel erg goed bij H&M terecht. En ik zal heel eerlijk zeggen, volgens mij komt echt 60% van mijn sportkleding komt bij H&M vandaan. Zit lekker, blijft mooi en het is niet zo duur. Tip 2 is, zet het in je agenda. En dat is misschien een vrij standaard tip. Maar wat ik zelf gewoon doe, is dat ik aan het begin van de week in mijn agenda kijk en dat ik dan denk van, wat moet ik doen? Wanneer zou ik kunnen sporten? En dan kijk ik gewoon van dag tot dag, ga ik het gewoon inplannen. En ja, als dat dus een keertje 's ochtends is, als het een keertje 's middags is of als het een keer 's avonds is, maakt niet uit. Maar gewoon kijk wanneer het jou uitkomt en plan het in je agenda en ga gewoon. Ook al is het een half uurtje, prima. Je hebt weer gesport, je bent weer gegaan en je hebt gewoon jezelf weer opnieuw getraind. En vanzelf gaat het makkelijker. Tip 3. Probeer iets nieuws uit. En het voordeel van sportscholen is dat ze heel vaak allerlei lessen aanbieden, waardoor je heel veel dingetjes kunt proberen. Wat ik zelf altijd het leukste vind zijn pilates en yoga. Maar je hebt bijvoorbeeld ook dingen als bodypump. En dat is een beetje krachttraining in een groepje op leuke muziek. Je kunt gaan spinnen, je hebt body shape, dat is iets milder dan bodypump. Je hebt dingen met kickboksen, dat is heerlijk om je agressie kwijt te raken. En er zijn gewoon heel erg veel leuke dingen. Dus probeer gewoon iets nieuws uit en misschien vind je het niks. Prima, weet je dat ook? Heb je het uitgeprobeerd? Maar misschien vind je ook wel iets wat je heel erg leuk vindt. Wat je daarna gewoon met superveel plezier, met enthousiasme uit jezelf gaat doen. Tip 4. Maak gebruik van je smartphone tijdens het sporten. En wat ik heel vaak doe, zeker als ik op een cardioapparaat sta, bijvoorbeeld een cross trainer of een loopband of wat dan ook, is dat ik gewoon op mijn telefoon YouTube video's ga kijken, ik ga series kijken, ik ga films op Netflix kijken. En op die manier gaat de tijd super snel voorbij. En dat is het makkelijke van zo'n smartphone. Bijna iedereen heeft tegenwoordig zo'n ding. Stel je hebt geen smartphone, je hebt wel een iPad. Neem die gewoon mee. Ik heb vroeger echt heel erg vaak gewoon hup met mijn iPad in de sportschool gestaan. Op een cross trainer of op een loopband. En die kan je gewoon neerzetten. En dan kan je gewoon films kijken of wat dan ook. En dat is meteen een stuk leuker. De vijfde tip, de allerlaatste tip is ga krachttraining doen. En als vrouw denk je misschien van, oh jeetje, krachttraining, gewichten, niks om bang voor te zijn. Ik ben zelf echt dol op krachttraining en vooral omdat het heel erg afwisselend is. Het is niet zo eentonig als op een loopband staan of op een crosstrainer staan. Want dat is natuurlijk, je bent altijd hetzelfde aan het doen en heb je zoiets van, wanneer ben ik klaar? Met krachttraining ben je ongeveer 5 minuten per oefening bezig. En wat het leuke daarvan is, is dat je gigantisch veel resultaat ziet. En dat maakt een gigantisch verschil. Omdat als je resultaat ziet, dan denk je ineens van, hey, ja, dit voelt lekker. Kijk, ik zie verschil. Waardoor je het dus sneller gaat doen. En ik denk dat dat wel echt de belangrijkste motivatie voor mij tegenwoordig is. Is gewoon het verschil wat ik zie. En ja, op een gegeven moment ben je eraan gewend, aan het sporten en wordt het routine. En dan gaat het vanzelf.
Dit waren mijn tips om jezelf te motiveren om naar de sportschool te gaan. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Sport ze! En vergeet je niet op dit kanaal te abonneren, want er komen echt heel veel hele leuke video's aan van alle meiden die hier aan meewerken. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!